De tekeningen van Chris Roodbeen stonden ontelbaar vaak in de krant, de laatste jaren vooral in de Telegraaf. Maar een grote expositie maakte de rechtbanktekenaar nog nooit mee. Prachtig, ja prachtig. Ik ben er zelf van onder de indruk, eerlijk gezegd. Ja, het is, zo zie je dat nooit bij elkaar natuurlijk. Tekeningen in de krant, dat is inmiddels gewoon geworden. Ja, en dan gaat de andere dag de schillen weer in of de viskoppen. Roodbeen komt in rechtbanken door het hele land. Daar begint de tekening. En in zijn atelier in Woudrichem maakt hij hem dan af. Hoe gaat u te werk? U gaat zitten, u pakt het blok erbij? En ik doe even niks. Ik wil even zien hoe de persoon zich gedraagt. Of die één houding heeft die steeds constant is. Of die opkijkt, of dat die zich omdraait. Of die bewegelijk is. Geert Wilders, Badr Hari, Lucia de B, de vaccinelichtgooier. Roodbeen tekende ze allemaal. Ook zit hij geregeld bij de gruwelijkste moordzaken. Ik ben zo druk met een oog bezig en met een oor en met een mond en met een houding. En dan ontgaat mij een heleboel. Dus ik hoor alles met een halve oor. Dat wel. Dus ook de narigheid. Wilt u anders gaan tekenen door de jaren heen? Ik denk dat ik op den duur anders ben gaan tekenen. Kan je wel zien. Wat meer ja. Wat netter, geloof ik. Ik denk dat die eerste dingen iets emotioneler zijn. Maar goed, die mensen die zagen er ook wat in met grote haardossen. En dat wordt gelijk al iets meer natuurlijk. Tegenwoordig zijn ze voornamelijk kaal. Maar ja. Met zijn 86 jaar denkt Roodbeen zeker nog niet aan stoppen. Nee, ik vind het nog steeds leuk werk. Ik vind het leuk om te doen. En ik kan het nog. En ze willen het hebben. Dus, nou ja, dan vind ik het zonde om eruit te scheiden.